It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with... En dat ik er een paar tegen in de schutting heb gedaan, ondertussen moet kunnen. Dat is mijn kant. Hij heeft aan zijn kant een vlechtmat. Weet ik veel wat het ook mag wezen. In ieder geval, hij heeft aan zijn kant een mat. Nou, daar zit ik tussen, weet je. Dat is tenminste niet... Mijn schutting is daar een plank en zo'n plank, weet je wel, met een tussenruimte ertussen. En daar ligt onze Rijka. Hebben jullie van plaatje verwisseld? Net lag Elwin er steeds en nou jij. En wat is Elwin dan? Oh, die zit aan deze kant. Ach zo, ja. Nou, en ik heb eten voor mijn neus. Weer hetzelfde dan gisteren, maar dat maakt allemaal niet uit. Wel meer balletjes dan gisteren, maar dat moet ook op, hè. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ik heb gisteren de dag niet afgesloten, nee, want het was mij veel te laat. Of, ja, vroeg. Ja, dat ik helemaal op bed lag, ik kon de slaap ook niet vatten. Na zevenen pas in slaap gevallen. Maar dan weet je wel dat ik er nou net uit ben. Ook ben ik ergens niet blij mee. Wie of wat het gedaan heeft, weet ik niet. Of er is er eentje op mijn terrein geweest. Of mijn lieftallige buurman heeft dat gedaan. Maar hij had dat nooit niet mogen doen. Als hij het al wel had gedaan. Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet of hij thuis is. Maar dat merken we straks wel. Ik ga eerst mijn hondjes doen. Want, hoe heet het? Jullie weten dat ik die... lampjes heb gekocht, ook die met die bollen. En dat ik er een paar ook tegen in de schutting heb gedaan, zo ertussen moet kunnen. Dus mijn kant, hij heeft aan zijn kant een vlechtmat, weet ik veel wat het ook mag wezen. In ieder geval, hij heeft aan zijn kant ook wat. Nou, daar zit ik tussen, weet je. Tenminste, niet te... mijn schutting is daar een plank en zo'n plank, weet je wel, met een tussenruimte ertussen. Ja, dan kan die er toch tussen, mijn lampje. Ja, maar nee, dat is weg met buis en al. Nou, dat kan er de vogels niet gedaan hebben. En het zat shockingklem, dat kan ook de wind niet gedaan hebben. Want de andere lampjes zitten er nog. Dus ja, ik weet het niet. Ik ga het eens netjes vragen aan de buurman. Zo niet, ja, dan is er eentje op mijn terrein geweest. Wie, weet ik niet. Ik ben nou nog niet bij de poort geweest om te kijken of die inderdaad open is, ja of nee, want dan is er eentje. We hebben over die schutting gehangen om mijn poort open te doen. Dat wil je niet hebben. Wegwezen, wegblijven. Als je het plot, je mag geen toegang eigenen tot mijn terrein. Maar ja, ook mag je niet ontvreemden over een schutting heen. Mag ook niet. Het is van mij. Deze kant is van mij. Dus ja, wie of wat, komen we wel achter. Ik ga het netjes vragen. En als die hem hebt, mag hij hem teruggeven. En dan mag hij mij eens vertellen wat hem daar dwars zit. Ja. Hij hoort mij ook niet zeuren over zijn verlichting. Hij heeft tegen zijn schuur op, heeft hij ook verlichting. Hij daar is een of andere, ja. Het is op zeil, het is waterdicht natuurlijk. Een hele mooie schilderij hangen, prachtig hoor. Maar ik zie dat licht ook. Mijn bolletje, dat ene bolletje, dat geeft me minder licht dan dat. Dus ja. We zien het wel, zullen we blijven? Ja. Hé? Je oortje zit niet goed, kind. Kom eens even hier. Ja. Ja, moet je goed houden. Ja. Echt wel. Zo. Gaapie doen. Maar in ieder geval, van een lang verhaal kort te maken... We merken het wel. Ik ben wel dus, teleurgesteld. Boos ben ik nog niet, maar wel teleurgesteld als ik het gedaan heb. Zonder wat te zeggen, te vragen te doen. Is het een ander geweest dat hij op mijn terrein is geweest? Ja, dan ben ik echt boos. En ik koop gewoon weer een nieuwe en ik hang hem er weer op.
simpel. Ook wanneer mijn buurman het heeft gedaan, moet hij het eerst me melden. Ik zeg, wat? Nou, ik heb ook last van zijverlichting, maar mij hoor je niet klaar. En dat is al jaren zo, weet je. En ik begin pas mijn tuinje een beetje wat ik kan gezellig te maken. En wat ik niet kan, dat laat ik. Ja, dat vraag ik aan anderen. Maar dat komt allemaal wel goed. Mag ik hopen. Ja. Wij gaan nou lopen. Hé, dat ruimt op hopen. Ja. We gaan nou lopen, hè. Ja, het is laat, ik weet het. Maar ja, jullie zijn ook al in de tuin geweest. En Elwing die wil niet eens. Die denkt ook van, wat moet ik buiten doen? We kikken het even. Ja, we gaan toch zo wel. Ja. Dus ja, en ik moet eigenlijk ook wat boodschappen doen, maar ik heb eigenlijk helemaal geen fut. Dus die leg ik even aan de kant. Misschien wel, misschien niet. Ik moet ook nog een broek van Karin maken. En ik moet Rob van mij een beetje verstellen. Het hele stiek innemen, dat hij is me te wijd. Die nieuwe rok van mij, nou, daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen. Dat wil ik toch wel doen ook. Dus ja, boodschappen lopen niet weg. En ik heb nog wel wat, dus ja. Het gaat om vleeswaren en kaas eigenlijk. Nou ja, jammer. Pech. Dan maar enkel wat vleeswaren erop. Dat heb ik nog wel een beetje. In de koelkastbak, in de la, leg nog één pakje vleeswaren. Ja. Nou, komt ook wel weer goed. En ik hou gewoon vol goede moed. En we gaan lekker lopen. En ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen. Geniet een beetje mee. En daar ligt onze Rijka. Hebben jullie van plaatje verwisseld? Net lag Elwing er steeds en nou jij. En waar is Elwing dan? Oh, die zit aan deze kant. Ach zo, ja. Nou, en ik heb eten voor mijn neus. Weer hetzelfde nog gisteren, maar dat maakt allemaal niet uit. Wel meer balletjes dan gisteren, maar het moet ook op, hè. Een wijntje en een koffie. En er staat nog een leeg glas. Nou, die kan er zelf redden, die weet waar het ligt. En daar zit ze dan. Hi, schatje. Hallo. En een mooi bloesje heeft ze aan. En daar ben ik helemaal wous van. Ja. Dus als ze die ooit weg gaat geven, dan mag ze wel aan mij denken. En dus. Maar in ieder geval, ik ga lekker eten. Zij had al gegeten. En als ze een sapje wil, nou dan moet ze gaan pakken. Ja. Ze heeft twee gezonde armen en twee gezonde. Hij ligt in de koelkast, ja. De middelste plank, laat maar zeggen. Maar je kan het ook wel zien, want hij is ook aangebroken. Oh, ja, ja. Dus als je hem eruit haalt, dan zie je het wel. Juist. Dus ja, wij gaan lekker happy happy doen. En ik zeg een hele fijne, liefdevolle avond. Solidokies. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer hartstikke laat geworden. Dat we gaan de hardlopende naar bed toe. Het is 3 uur alweer geweest en vanmiddag komt natuurlijk Willy weer en ik moet nog weg als zij ook weer weg is. Dus ja, ik moet wel nog slapen en ik ben ook back af en waarvan, ik heb amper wat gedaan. Ja, een vlog in elkaar gezet. Ik heb ook weer natuurlijk Mario gehad. Mary die zou komen, maar die is niet geweest. Ook niks af laten weten, niks. Nee, dat, ik weet bij hoge belagen niet wat er aan de hand is. Maar Karin die kwam met het bericht eraan dat Mary die zou komen en dat bericht heb ik ook gehoord. Maar alles wat geweest is, geen Mary. Ze heeft wel gelezen mij, maar ze heeft niet teruggereageerd. Dus ja, ik weet het niet. Het zal me een worst wezen. Krijg ze al wel te horen. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg voor nu welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen, oftewel straks, weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Ja, hier, cool. No, no, no. Ja, hier, cool.